voelde een keiharde klap in mijn nek. En toen voelde ik nog allemaal klapjes achter me aan. Dus de een en de ander dus. Niemand zat graag met pech of schade langs de weg. Gelukkig zijn er de bergers om je uit de brand te helpen. Met gevaar voor eigen leven helpen zij om de situatie zo snel mogelijk weer veilig te maken. Dit zijn de puinruimers. Berger Alex heeft een melding gehad van een aanrijding met meerdere auto's op de A15. Hij weet nog niet hoe ernstig de aanrijding is. Ze geven aan meerdere voertuigen, een stuk of 5, 6. Maar ja, eerst maar kijken wat er nou precies mee moet. Misschien hoeven er maar 1 of 2 mee, misschien moeten ze allemaal mee. Het ongeval blijkt op de andere rijbaan in tegengestelde richting te zijn gebeurd. Hierdoor kan Alex alvast een snelle inschatting maken van de schade. Nou, de eerste hoeft niet mee. 1, 2, 3, 4, 5 auto's. 4 keer 4. Toen keek ik al een beetje snel naar de auto's. Zag ik 7 auto's staan waarvan 4 de airbags eruit waren. Dus dan weet je al dat die mee moeten. En dan is het even omkeren. Omdat Alex maar 2 auto's mee kan nemen, is er ook nog een collega met een tweede bergingsauto onderweg. Gelukkig was Hans al onderweg. Die hadden ze al voor de zekerheid gestuurd. Gelukkig was Rijkswaterstaat er al, ambulance was er al, dus wij hoeven niet zoveel te doen. Je loopt automatisch langs alle auto's. En dan kijk je al voor jezelf van wat ga je meenemen, hoe kan ik het beste gaan laden. Bij het ongeluk is niemand zwaar gewond geraakt, maar de inzittenden van de auto's zijn wel flink geschrokken. We gingen juist net rijden en we reden ongeveer 100 km per uur en daarna opeens begon iemand te remmen heel hard. Ja, dat verwacht je natuurlijk niet. En ineens sta je gewoon tegen elkaar. Ja. Ik was de voorste auto uit de rij van 8, geloof ik. Die zette Braams in een succesvol autocoureur en reed bijna de tunnel in toen de auto's voor haar plotseling in de remmen gingen. Ik ben pompend gaan remmen. Maar ja, de man die achter mij reed, die staat er nu naast mij, die kon ook niet meer voorremmen. Dus ik voelde een keiharde klap in mijn nek. En toen voelde ik nog allemaal klapjes achter me aan. Dus de een en de ander dus. Alleen deze 3, denk ik. Die heb ik er net los van afgereden. We moeten wachten. Er zit iemand in de ambulance. Gaan ze kijken hoe zwaar die letsel is. En afhankelijk daarvan gaan ze kijken of er nog een onderzoek komt, ja of nee. Toen zei de ambulance, we gaan niemand meenemen. En toen zeiden ze, jongens, we mogen gelijk beginnen. En toen gingen we gelijk als speer beginnen. Toen waren we met 10 minuten met 4 auto's weg. Ja, dan ga je hun even begeleiden dat ze bij mij instappen. Ze gaat er ook 2 meenemen. Dan gaan we naar de zaak, gaan we daar de papieren invullen. Dan gaan we kijken hoe de mensen naar huis kunnen krijgen met via de verzekering. Hey, mee? Ja. Gaan we maar instappen. Hey, vond je het een leuke video? Like, abonneer en sinds kort hebben wij ook nog een video nieuwsbrief. Wij maken namelijk veel meer leuke video's op de website van de Telegraaf. Schrijf je dus snel in en dat kan hier.